Lieve meisjes en dames, jongens en heren, jongheren, jonkheren, lieve mensen allemaal. Ik zou zeggen een hele fijne loop. Kijk eens even naar buiten. De zon schijnt, de lucht is blauw. Gooi er wat acid in en ik hou van jou. He? Dat is een leuk rijmpje. Oh, wat leuk, Vincent. Nee, kijk eens, wat een prachtig weer. Jongens, de zomer is aangetreden en ja, dan weten wij allemaal wat ons te doen staat. Korte rokjes aan. Lekker feesten, lekker elkaar ontmoeten, lekker van gedachten wisselen, lekker samen evolueren. Want samen bereiken we meer dan alleen. En dat is het hele euvel waar wij de komende jaren tegenaan gaan botsen. We moeten ons ego gaan overstijgen en ondertussen spelen die satanische motherfuckers ons mooi uit elkaar. Maar ja, we zitten in de Great Awakening met z'n allen. Dus ja, dat gaat ze niet lukken en dat weten ze ergens ook wel. Dus het is eigenlijk zorg van schoppen met de kraan open, dweilen met de kraan open. Huh? Ja, ik denk dan ook bij mezelf, je weet toch ook wel dat het niet gaat werken. Het licht werkt, het licht wint altijd van het donker. Dus jongen, waar ben je mee bezig? Hè? In Frankrijk zijn ze al lekker bezig. In Spanje zijn ze al lekker bezig. En Nederland, ja. Ik denk dat Nederland bij zichzelf, nou, misschien jurken we ons wel er doorheen. Maar nee, deze tijd gaat voor een ieder van ons wat vragen. Om in onze kracht te gaan staan en onszelf te herkennen in wat we eigenlijk zijn. In wat we in de kern zijn. Ja, en dat is de kracht waar het hele universum vanuit gecreëerd is. Hè? Dat is liefde. Een oneindige bron van goddelijke liefde. Nou jongens, ik zit alweer veel te lang te lullen, want ik moet een vraag beantwoorden. Ja, oh ja, jongens, welkom bij Vraag Vakantie Vincent. Alweer een aflevering van Vraag Vakantie Vincent. En jullie denken, ja, waarom schreeuwt die Vincent zo? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben enthousiast. Ja, ik word enthousiast van warm weer. Terwijl de andere mensen die pleuren bijna om van warm weer. Ik word er enthousiast van. Ik word er helemaal gezellig van. Breng maar bij de vraag, want de beste man die mij deze vraag had gesteld, die heeft hem al 3 keer gesteld en die voelt zich nu een beetje achtergesteld, omdat ik hem niet gelijk heb beantwoord. Hij is ook gestopt met vragen, dus ja, ik ben de moeilijkste niet en het is dan mijn eer te na om hem niet te beantwoorden. En het was eigenlijk ook wel een hele leuke vraag, maar ik was toevallig op een andere vraag gestuurd. Dus ja, vergeef mij daarin en ik ga hem nu beantwoorden. Nee, nu. Ik ga hem nu beantwoorden. Of nu. Zal ik hem nu beantwoorden of nu? Ja. Weet je wat? Ik ga hem gewoon beantwoorden. Dan kijken wij wel wanneer het nu dan nu is. Ja, toch? In ieder geval, de beste man had gevraagd. Wat zou jij doen als jij een dag koning zou zijn? Nou ja, in die vraag zit natuurlijk besloten dat wij dan niet koning zijn of zo. Maar in principe zijn wij altijd koning. Wij allemaal. Want wij creëren deze hele motherfucker, deze hele trip, die is speciaal voor jou en door jou gecreëerd. Ja, dat is wauw, hè, als je daarover nadenkt. Jij bent hier gekomen om dit allemaal te ervaren en iedereen heeft zijn eigen tripje. Ja, en die creëer je allemaal zelf. Dus jij bent een koning, je bent een god op aarde en je kan ervan maken wat je wil. He? Dat is een beetje het verhaal, maar ik denk dat jij iets anders bedoelt. Ik denk dat jij bedoelt dat als Vincent het voor het zeggen had in Nederland, wat hij dan zou veranderen. Wat ik dan zou doen. Nou, ik zou dan ervoor zorgen dat ik wat langer koning was. Hè? Zodat ik, hoe ik het graag voor me had gezien hier in het land, dat ik ook de tijd had gekregen om dat te manifesteren. In principe zou ik gewoon Nederland teruggeven aan de mensen die hier wonen. Hè? De mensen die hier, ja, de clan, de Nederlandse clan, de Nederlandse possie, hè, in plaats van het stelletje satanisten wat nu aan het roer is en de hele tering zou je weten misleiden, waardoor wij als een stel makkenschaapjes daar maar achteraan hobbelen. Weet je, in Frankrijk zijn ze al aan het losgaan, in Duitsland zijn ze al aan het losgaan, in Spanje gaan ze los. Maar hier, ja, ik denk dat wij met z'n allen denken, ik hoop dat we onszelf een beetje er doorheen jurken, hè, zodat we lekker onszelf er doorheen jurken, hè, zonder al te veel slag of stoot. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot, lieve mensen. En dan bedoel ik geen geweld. Iedereen zal in zijn kracht moeten gaan staan. En iedereen zal zichzelf moeten gaan herkennen in wat hij of zij werkelijk is. De onuitputtelijke bron. De onuitputtelijke bron van goddelijke creatie. De onuitputtelijke bron van goddelijke creatie. Dat is wat jij bent. Jij bent het hele motherfucking universum. Jij bent God. En herken jezelf en ga jezelf godverdomme daar nou eens naar gedragen, man. Ja? En zeg nee tegen alles waar je het niet mee eens. Maar goed, die ben ik. Ja?
In ieder geval, ja, ik zou ervoor zorgen dat het land weer wordt teruggegeven aan de mensen die daar wonen of gewoon de clans. En dan zou ik het vooral aan de mensen zelf overlaten. Ik zou de winst weghalen uit de equation, weet je wel. Want ja, daar schieten we allemaal niks mee op. Ik bedoel, er is genoeg voor iedereen. En ja, ik ben opgegroeid met eerlijk zullen we alles delen. Ja, dan word je ouder. En dan denk je bij jezelf, ja, wat lullen ze nou, weet je. Wat loop je tegen mij te liegen? Met je eerlijk zullen we alles delen. En later probeert iedereen vooral zoveel mogelijk voor zichzelf te houden. Ja, dan klopt het volgens mij in mijn hoofd niet. Maar goed, want als iedereen evenveel heeft en als iedereen van alle rijkdommen die de aarde bezit, ja, als iedereen daarbij kan, ja, waarom zou er dan nog criminaliteit zijn? Natuurlijk zijn er dan nog dingen die er opgelost moeten worden. Dan zullen er mensen geheeld moeten worden die door dit systeem zo verkankerd zijn. Ja, dat ze zo ver van zichzelf afstaan, van de liefde. Ja, daar is een hoop medicijn voor nodig, laten we het zo zeggen. Maar goed, ik zou het land teruggeven aan de mensen, aan wie het toehoort, aan ons allemaal. En voor de rest wil ik me er allemaal niet te veel mee bezighouden. Want ik heb betere dingen te doen met mijn leven dan een beetje op een troon te gaan zitten en als een koning te gaan dragen. Ik bedoel, ik weet wel wat leukere dingen te doen. Gewoon een gezellig feestje of lekker eten met mijn familie en mijn kinderen. Dat zou ik doen. Ik zou lekker heel veel liefde gaan geven aan mijn kinderen en mijn familie en de mensen van wie ik hou. En ook natuurlijk ook de alle anderen, want ik hou van alle mensen natuurlijk. Dus dat is een van de dingen die ik zou doen. Maar want weet je, de mensen, die de koningen, dat zijn niet de koningen van vroeger. De vorsten van vroeger, en van heel vroeger, voordat de motherfuckers die van volledig hebben uitgemoord en toen zichzelf op de troon hebben gezet, dat zijn niet de koningen. De ware vorsten, regeerden vanuit hun hart. En die hoefden niet te zeggen, jij moet naar mij luisteren. Nee, de mensen luisterden gewoon naar hun, omdat de mensen erkenden, wisten dat die mensen de meeste wijsheid bezaten en dus waarschijnlijk wel de beste beslissingen zouden nemen. Hè? En in de jungle is dat ook zo, weet je, die stammen die daar zitten, daar heb je een stamhoofd en een sjamaan en nog een andere gast. Nou, en dat is dan een soort drie overleg die dan luisteren naar de kosmos en naar de natuur en die vanuit daar en met al hun levenservaring vanuit die. En dat gaat van generatie op generatie natuurlijk. Dat zit in je genen. En vanuit die wijsheden de beslissingen nemen. En of dat de goede zijn, ja, dat weet ik niet. Hè? Nou, ik ben daar niet bij. Maar als jij vanuit je hart een beslissing neemt. En vanuit als jij de community voor opstelt. Dus alles wat het beste is voor de clan, de groep. Ja, dan kan je eigenlijk bijna niet fout gaan. Want ja, dan weten de mensen, oké, jij hebt die. Dan ging de rege motor voorbij, hoorde je dat? Hahaha, gekke motor. Ik zit alweer 8 minuten te flikken om. Weet je, als jij maar gewoon vanuit je puurste essentie denkt van oké, dit is het beste voor de groep. Hè? Ja, dan kan je gewoon niet fout gaan. Want jij had de beste intenties. En dan kan je hier aan een tafeltje gaan staan en zeggen van ja, ik wist het niet. En terwijl iedereen tegen je tekeer gaat van ja, waar de fuck ben jij mee bezig? Als er te veel mensen tegen jou zeggen waar de fuck ben jij mee bezig? Dan mag je zelf toch wel eens bij jezelf te raden gaan waar jij mee bezig bent. Niet dat de meerderheid het dan gelijk heeft. Maar ik denk dat we allemaal wel weten hoe de vork in de steel zit. Ja, wat zou ik doen als ik koning ben? Ik zou het land teruggeven en ik zou lekker meefeesten met de rest. Want als wij met z'n allen alles gaan delen en ervoor zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, wat te vreten en gezond wordt. Ja, dan hoeven we met z'n allen denk ik nog misschien maximaal 2 dagen corvée te doen, verspreid over de hele week. En dan wordt het hier gewoon 1 groot feest. Dan kan iedereen doen waar hij of zij het beste is. Haar of zij, hij of zij, haar of hem's passie gaan leven. Jouw giften teruggeven aan de aarde die jij hebt meegekregen aan creatie. Want dat is het. Als jij jouw gift teruggeeft aan creatie, dan is creatie blij. Jongens, ik weet niet of ik je vraag heb beantwoord, maar ik zit al bijna op de 10 minuten en zo is het nooit bedoeld. Dit zou de korte vraagvakantie Vincentje worden en ja, nou, dit is niet echt kort. Maar goed, ik hoop dat je hier wat hebt gehad. Heb jij een vraag voor Vincent? Dat kan. En pleur hem in de comments hieronder. En dan ga ik volgende keer mijn best proberen te doen om het wat korter aan te brengen. Jongens, pakken. Hey, jongens, hele fijn. Hallo allemaal.